Welkom bij de Huid Biocast. Je huid heeft een aantal functies. De taken van je huid zijn het beschermen tegen bacteriën, het beschermen tegen al te felle zon, hij beschermt je tegen uitdroging, hij houdt je lichaam op temperatuur. Dan waarschuwt hij ook voor een aantal zaken. De huid waarschuwt tegen te grote druk. Daar komt hij al, tegen pijn en tegen warmte. En kou. De huid is in een aantal lagen onderverdeeld. De laag die we hier uithalen, dat is de opperhuid. En die kan verdeeld worden in de horenlaag, het dode gedeelte. Dat is eelt en daar kan ook wel een likdoorn in groeien. Dan groeit de eelt naar binnen toe. En de kiemlaag, die is levend. Daar zitten pigmentcellen in, de cellen die kleur geven aan je huid. De middelste laag. Dat is de lederlaag. En in de lederlaag zitten de bloedvaten en de zintuigjes. De onderdelen die je hier ziet, die moet je kunnen herkennen. Dit zijn zintuigcellen. Dit zijn zenuwen. Dit is een zweetklier. Dit is een talgklier. En je ziet daar een haar. In een haarzakje zitten. Bloedvaatjes onderin, dat zijn de onderdelen van de huid die je moet kennen. Als je het koud hebt, gaan eerst de bloedvaatjes in je huid dicht, je maakt kippenvel en je gaat rillen. De spiertjes die aan de haren zitten in je huid, die gaan samentrekken. Krijg je het te warm, dan gaan de bloedvaatjes in de huid juist open. En ga je zweten, dan verdampt er vocht en daardoor koel je af. Dan hebben we nog het onderhuidse bindweefsel, de onderste laag. En daarin zitten de vetcellen. En die zijn reservevoedsel en bescherming tegen de kou, isolatie. Bij een brandwond is de huid aangetast. En dat hangt af van de temperatuur, de oorzaak en de tijd dat je blootgesteld bent. En je hebt 3 graden van verbranding. In het plaatje zie je ze. 1, 2, 3 van links naar rechts. Als je nu verbrand bent, kun je donorhuid krijgen. En daar wordt dan een net gemaakt om een grotere oppervlakte te krijgen. Hier zie je hoe dat gaat. En dat zorgt ervoor dat je minder littekens hebt dan wanneer je geen donorhuid gekregen zou hebben. Een eerste graads verbranding is alleen de opperhuid verbrand. Tweede is het opperhuid en het begin van de lederhuid. En bij de derde graad zijn alle lagen verkoold. Dit is een tattoo. Die is getatoeëerd met Oost-Indische inkt. En die inkt zit dan in de lederhuid. Dit was hem alweer. De Huid Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.
stoffen zijn waar je te veel van hebt op dat moment, of stoffen die je helemaal niet nodig hebt. Dat zijn de drie stoffen die uitgescheiden worden door de nieren. Je hebt net gegeten, de hoeveelheid glucose in je bloed is te hoog. Een seintje naar de alvleesklier en die gaat insuline maken. Dat zorgt ervoor dat de cellen glucose opnemen, de lever en de spieren glycogeen opslaan. En dat zorgt ervoor dat de hoeveelheid glucose in je bloed naar beneden gaat. Op dat moment wordt er geen glycogeen meer opgeslagen in de spieren en in de lever. Maar de cellen gaan nog wel door, want die hebben energie nodig. Dus dat zorgt ervoor dat de hoeveelheid glucose te laag wordt. Dan gaat er een ander seintje naar de alvleesklier en die gaat